Johan Jacobs, jouw eerste wedstrijd in België, meteen de derde plaats. Tevreden mee? Ja, zeker. Zeker op dat parcours had ik niet echt veel meer verwacht. Het is veel zand, zeer snel en dat hoort toch niet bij mijn sterktes tot nu toe. Nu, Max Gullicks en Eli Izerbiet, die gingen er nog even onder hun twee vandoor. Heb je daar de aansluiting gemist of ging het gewoon niet? Ik had een paar keer een paar foutjes gemaakt. Ik viel ook 1-2 keer en ik heb me een paar keer vastgereden in het zand en dat was er even te veel aan. Nu, je zegt dat zand niet meteen jouw specialiteit is. Kan je daar nog in verbeteren? Verbeteren kan ik zeker, maar de vraag is hoe. Er is niet echt veel zand om te trainen in Zwitserland om mij daarin te verbeteren. Dus ik heb niet echt de kans voor daarin te trainen, maar ik doe toch mijn best als ik in België ben om een keer van het zand te proeven. Nu, je bent tweedejaars bij Laris Dolcini. Denk wel dat ze wat verwachten binnen de ploeg van jou? Ja, ze hebben dat ook gezegd aan de ploegvoorstelling, dat ze een en ander verwachten. Maar mijn parcoursen moeten nog komen en ik hoop dat ik daar een beetje meer mijn mannetje kan staan. Nu ben je klaar om die verwachtingen op jou te nemen? Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb hard gewerkt deze zomer en ik ben benieuwd wat het gaat geven deze winter. Welke doelen heb je eigenlijk gesteld voor dit veldrit seizoen? Een constant seizoen rijden. Mijn titel als Zwitsers kampioen zeker verlengen. En zo ver van mogelijk eindigen in het WK in Tabor. En nu straks nog een ritje naar huis, naar Zwitserland opnieuw? Ik blijf tussen Gieten en Ronsen blijf ik in België. Daarna ga ik terug naar Zwitserland en kom ik weer af voor Valkenburg. Oké, dankjewel Johan Jacobs.